as colors change under the sun. We hebben een nieuwe plaat. Ja, hij is nieuw. Dat kunnen we in ieder geval zeggen over die plaat. En ja, het is een prachtige vertolking van onze muziek geworden, denk ik. En ja, we zijn er heel trots op. En ja, heel blij dat we die straks in de Echo op 8 februari mogen presenteren. Ja, met La Conaille en ook Braveheart Eyes. Ja. Goeie band, dus kom het zien. Verslaglegging van wat we in de afgelopen jaren geschreven hebben. Het is niet meer dan dat. Er zit niet echt een verhaal achter of een idee. Dit zijn gewoon de beste liedjes die wij in de afgelopen jaren hebben geschreven. En, heel veel verhalen en heel veel ideeën. Ja. Maar elk liedje heeft zijn verhaal misschien. En dat is aan het publiek om daar een eigen interpretatie aan te geven. Ja. We willen niet echt een hapklaar brokje neerleggen. Het hapklare brokje is de cd. En ja, wat de mensen verder met de muziek of de teksten doen, dat is aan hun. Wij zijn hier niet om ze te vertellen waar het over gaat of wat het idee erachter is. Dat is aan het publiek of de luisteraar om daar een eigen verhaal aan te knopen. Voornamelijk dat we met z'n drieën een album wilden opnemen en die nummers wilden vastleggen. Ja. Maar het stimuleert alleen maar meer als je merkt dat er van de andere kant uit ook vraag naar is of goed gereageerd wordt. Dus dat versterkt het daar. En hebben jullie hiermee bereikt wat jullie willen bereiken? Absoluut. Op dit moment zeker. Ja. En het is juist klaar dat het bedoeld te bereiken tot dit punt. En nu verder, maar dat is bereikt. Ja. Ja, het is altijd best een... ik denk dat het belangrijkste is dat je... een goed gevoel heb bij wat je hebt gedaan voor jezelf. En dat hebben we wel. Dus en nu kan de rest beginnen. Ja. En dat is? Kijken wat het publiek ervan vindt. Ja, precies. Ja. De wereld in brengen en optreden. En ja. Ja, een beetje een samenloop van omstandigheden is dat geweest. Ik zat vroeger altijd ook met Freek in een bandje. Ja. En daar hebben we ook veelvuldig mee gespeeld. Totdat iedereen was een beetje begin 20. Kreeg andere prioriteiten. Dus dat bloedde langzaam een beetje dood. En Bas en Freek waren studiegenoten van elkaar. Dus iedereen kende elkaar eigenlijk al wel. Nog voordat deze band er was. En eigenlijk bij hem was het hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment ook niet zo actief meer met bandjes. Wilde graag weer wat nieuws opzetten. Dus toen ben ik een keertje naar een akoestisch optreden van hem in de Nachtburgemeester wezen kijken. En daar was ik erg van onder de indruk. En toen kwamen we eigenlijk meteen tot het besluit dat wij in ieder geval samen iets moesten gaan doen. En niet veel later volgde Freek ook als bassist. En zo geschiedde eigenlijk, ja. Het is een leven met lange dingen. Vraag, waarom moeten mensen naar jullie toe komen? Hoeft helemaal niet. Hoeft helemaal niet, nee. Willen ze niet verplichten, maar... Als ze zin in hebben in iets anders, moeten ze dat gewoon doen. Dus, misschien is het een betere vraag voor jou. Ja, omdat ik wat politiek correcter ben misschien. Nee, maar het belooft wel gewoon een hele mooie avond. Ja, los van ons optreden, wat ongetwijfeld ook wel gewoon voor de liefhebber wel heel leuk kan zijn, zijn er nog twee andere hele toffe bands die ook het kijken zeker waard zijn. Dus, ja. Voor als je op vrijdagavond echt niks te doen hebt en wat goede muziek wil horen, dan is de Echo op 8 februari denk ik wel een goede plek om te zijn. Ja, ja. Denk het wel. Absoluut. Ja. En natuurlijk ook meteen een cd mee naar huis nemen. Dat is ook wel een cash op de taart, denk ik. Ja? Zeker, maar je kan niet... mensen moeten zelf bepalen of het muziek is voor hun. Dus ik vind het altijd een beetje... Dat is aan mensen zelf om te bekijken en te beluisteren. En voor sommige mensen slaat het heel erg aan. Het is heel persoonlijk, dus daar wil ik niet te veel in mengen. Maar het belooft wel een prachtige avond te worden. Ja. Yeah.